Een nieuwe zondag en vijf tips. Deze keer over Lightroom. Tip nummer 1 gaat over het meteen maximaliseren van je zwarte tinten. Dat is heel simpel. Als je kijkt in dit histogram, dan zie je dat het eerste stukje waar het echte zwart zit, dat dat net niet is ingevuld. En je kunt heel makkelijk gewoon zwarte tinten naar links slepen, zodat het goed is. Maar er is ook een andere manier. Als je de shift ingedrukt houdt en je dubbel klikt op het woord zwarte tinten, boem... Je zit meteen aan de max van wat zwart is. En dat maakt gewoon een wereld van verschil in je foto. Before en after. En dit geldt natuurlijk ook voor je witte tinten. Shift ingedrukt, dubbel klikken. En je ziet het, het wordt meteen een stukje witter. En nu wie hier toch zijn. Tip nummer 2 gaat een beetje verder in op die uiterste: ik dubbelklik even op de woorden om ze te resetten. Maar als ik de alt ingedrukt hou en ik trek aan de zwarte slider, dan begin ik in dit geval met een wit vel. Ga ik dat nou naar links trekken, dan zie je op een gegeven moment dat er zwarte stukken bij komen. En deze zwarte stukken zullen dadelijk onderbelicht zijn. Hier zit gewoon geen kleurinformatie meer in. En dat geldt ook voor de witte tinten. Hou ik de Alt ingedrukt, dan begin ik met een zwart vlak en ga ik omhoog, dan zie je dat er langzaamaan gewoon wit bijkomt. En dit wit is overbelicht. Tip nummer 3 gaat niet zozeer over de foto, maar eigenlijk meer over de interface. Ik bekijk deze foto op een lichtgrijze achtergrond, maar die kan ik ook in een handomdraai veranderen. Gewoon ergens in dat lichtgrijze gaan staan. En met je rechtermuisknop kun je dan een andere kleur kiezen, bijvoorbeeld wit of zwart. Of wat daar eigenlijk gewoon tussen zit. Net nagelang wat jij interessant vindt. Als je een foto wil uitsnijden, dan doe je dat natuurlijk hierboven bij de uitsnijbedekking. En je kunt bijvoorbeeld een bepaalde verhouding kiezen. Nu is dus deze foto is liggend, maar stel dat ik bijvoorbeeld een staande foto wil hebben. Weet je met welke toets je heel snel kunt wisselen? Dat is gewoon de X. Je drukt hem in en je foto springt naar in dit geval een staande variant. Dubbel klikken en hij is opnieuw uitgesneden. En uiteindelijk tip nummer 5. Wanneer je een foto bekijkt, kun je hem natuurlijk nog iets rustiger bekijken. Gebruik gewoon de sneltoets L. En je ziet dat je interface van Lightroom een stukje verder naar achteren verdwijnt. En druk je nog een keer op de L, dan komt je foto helemaal op het zwart. En een derde keer brengt Lightroom gewoon weer terug naar wat het was. Tot zover 5 tips over Lightroom. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.